Voor deze opdracht gaan we eerst ons blaadje plooien. Je legt je blaadje in waterstand. En we gaan het blaadje nu in twee vouwen. Dat kunnen jullie, want dat hebben wij in de klas ook al gedaan. Ik leg de hoekjes op elkaar. Ik hou het stevig vast en met één vingertje duw ik mijn golfje plat. Ga ik naar links en ga ik naar rechts. Nu ben je nog niet klaar. Je vouwt je blaadje weer terug open. En je wrijft het maar eens plat met je hand. Nu leg je je blaadje in torenstand. We gaan ons blaadje nu nog twee keer vouwen. Kijk maar goed. Ik ga mijn blaadje eerst weer in twee plooien, in de helft. Ik leg de hoekjes op elkaar. Ik hou het goed vast. Ik duw het golfje plat. Ik ga naar links en ik ga naar rechts. En dat gaan we nog een keer doen. Ik plooi mijn blaadje dubbel. De hoekjes op elkaar. Ik hou het goed vast. Ik duw het golfje plat. Ik ga naar links. En ik ga naar rechts. En nu zijn we klaar met vouwen. We gaan ons blaadje nu helemaal openvouwen. En wrijf er maar eens over met je handje. Weet jij nu hoeveel vakjes we hebben? Ik ga ze tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nu ga ik mijn kikker laten springen. Je weet wel, de kikker uit het sprookje over de kikkerprinses. De kikker die de gouden bal voor de prinses uit de vijver is gaan halen. Ik neem groen. Maar voor deze oefening mag je je kleurtjes ook helemaal zelf kiezen. Ik ga mijn kikker laten springen. En ik ga mijn kikker eerst met hele grote sprongen laten springen. Kijk maar goed. Ik begin hier in het midden van mijn blaadje. Aan de linkse kant. En mijn kikker die maakt een grote sprong. Wel twee vakjes in één keer. En zo kan hij er nog één maken. Kijk maar. Een grote sprong, wel twee vakjes in één keer. Ik ga mijn kikker nu nog laten springen. Maar ik ga elke keer een andere kleur gebruiken. Kijk maar goed. Met blauw nu. Een grote sprong. En nog een grote sprong. Ik doe er nog één met een andere kleur. Een grote sprong en een grote sprong. En zo mag jij het helemaal afmaken tot je helemaal boven bent en niet meer verder kunt. Aan de onderkant van ons blaadje gaan we hetzelfde doen. Maar nu gaan we onze sprongen een beetje kleiner maken. Ik laat mijn kikker weer springen. Maar nu kleinere sprongen. Van links springt hij in vier keer. Helemaal naar rechts. En onze kikker vindt het heel leuk. Dus hij gaat het nog een paar keer doen. Kijk maar goed. Van links springt hij in vier keer. Helemaal naar rechts. Ik doe er nog eentje voor jullie. Vier sprongen, tel maar mee. 1, 2, 3, 4. En zo mag jij het hele blaadje afwerken tot je hier bent en niet meer verder kunt. Veel plezier!